Slow motion, vandaag Valentijnsdag. Slow motion. Hoi, fijne Valentijnsdag. Hoe zit het met jou en je ware? Ben je aan het beseffen? Het ware liefdes. Het is echt wanneer iemand waar van je houdt. En dat kan gewoon vooral je ouders zijn. Familieleden, vrienden. Dan de romantische liefde. Gaat het allemaal vandaag tellen? Hoeveel ware liefdes je eigenlijk om je heen hebt? En ik was al deze week mee bezig. Ik denk, oh ja, we gaan Valentijns in het. Hè? Sinds ze mij kennen, ben ik niet echt meer echt met de Valentijnsdag. Ik blijf het zeggen. Voor mij is dat wanneer de stier in de lucht staat of de weegschaal. Dat is dan voor mij de Valentijnsperiode. Maar hè? Vandaag is Valentijnsdag. Vandaag staat de maan in de tweeling en de waterman staat in de zon. Twee luchttekens is vooral communicatie. Ga de liefdesbrieven schrijven aan je wares. En dat mag gewoon je moeder en de rest waar ik het iedereen over had. Hè? Ga zitten en check ze. Ik ben zo'n liefdespuntje. Mijn ware liefde zijn al mijn nichtjes en neefjes. Allemaal. Chloe, Eden, Gabrielle was ze. Oh, dat zijn mijn liefdes. Echt waar, alle kinderen van mijn neven en nichten, als ik ze zie hoor, je mag ze ook vragen, zoenen. Chelsea, zullen we daar even over hebben? Kind, dat is mijn ware liefde. En dan de romantische liefde volgt wel wanneer ik dat besef. En ik denk dat dat in zit, want ik heb dinsdag gewoon boodschappen geworden bij de Jumbo, zo goed was het. Ik besefte dat en dacht, thank you God. En ik bleef er ook op staan, ik ga er ook niet op zoek. Naar de liefde. Het vindt mij, want ik ben liefde. Toen kreeg ik boodschappen cadeau. En nu jij. Ga je ware liefde stellen en besef dat. De dagkaart vrolijk en speels. Nogmaals. Volgens mij hoef je echt niet romantisch verliefd te zijn om verliefd te zijn. Ik word elke dag verliefd, wel zelfs op een object. Bomen, tafel. Als mijn vriendin echt aan het lachen, ze net als ik een tafel ergens, en dan ga ik helemaal liggen. Oh, wat is die tafel zo waar? Dan word ik echt verliefd. Dus nou jij. Ik had een verrassing. Ik had alleen maar zo gedaan, hè. Maar je krijgt deze erbij. En je krijgt deze erbij. Heb je voor drie gekozen? Heel spoedig. Besluit wat je wilt. Reizen, misschien travel. En het verhoorde gebed. Wauw. Nummer 3. Als je voor 3 hebt gekozen, als je ervoor kiest om jouw eigen ware liefde te zijn, want het is onderweg, zie de vliegtuig. Volgens mij, of na je vakantie, kun je iemand tegenkomen. Tijdens je vakantie. Maar ik maak het leuk. Ik denk eerder dat het onderweg is, net dat vliegtuig. Het is echt onderweg richting jou. Richting jou. Want je hebt daar zo hard voor gewerkt. Volgens mij ziet het er precies zo uit nu als je rondloopt. Het mooie sterretje op je hoofd. Echt waar, je gebed zal verhoord worden. En dan, heel spoedig. Maar je moet nog dat laatste stukje, dat voel ik bij 3... dat het laatste stukje van je schaduw kan nog kunnen omhelzen. Weet je wat? Het innerlijke kind. Heb je dat al geprobeerd deze dagen waar ik het over had, maandag? En ook dat stukje van Deborah, hè, dat reading. Niet te snel gaan. Niet te snel. Leer jezelf kennen. Niet te snel. Ik denk de meeste mensen die voor 3 hebben gekozen, die gaan in een korte tijd romantische liefde vinden. Want ze zijn al... Ja, ik wil bijna zeggen, je bent al verliefd op jezelf, dat weet je nu. Maar je hebt het nog niet helemaal gevoeld. 100 gevoeld. Je voelt het al af en toe en dan laat je het los. Maar als je dat dagelijks kan vasthouden, of zeker wel meer dan 12 uur op een dag, laat maar het zo van maken, een halve dag, dan komt het heel spoedig naar je toe. Je moet nog 1 laatste beslissing maken. En dat is dan, denk ik, vooral vergeving hoor ik in mijn hoofd. En dan hoor ik vader. En dat... Dan vraag ik je om toch even dat innerlijk kind te gaan vertellen. Dat je vader, he did a great job, want daardoor ben je gegroeid. En ze zijn mensen, ik blijf het zeggen, onthouden, het zijn mensen, hè, ouders.
Ik blijf het zeggen, wat ik allemaal heb ervaren de eerste jaar toen het bij mij uitging. Als ik nou 2 keuters naast me had, Jezus, had ik het ook niet gemakkelijk gemaakt voor mijn kinderen. Want dan ben je zo in een proces van healing. Dus het is niet makkelijk. Ik wil echt tegen nummer 3 zeggen, gefeliciteerd, en ik hoor echt applaus. Nog dat ene ding. Vaker mediteren hoor ik. Je bent goed bezig. Pak hem door. Niet 4-5 dagen mediteren en dan de laatste 2-3 dagen denk ik, mama. Nee, pak hem door naar die 7 dagen, want dat brengt jou hier. Wat een mooie kaart, zeg. Wat een mooi gevoel. Het voelt net als die Tunnel of Love, waar ik laatst ben geweest. Iedereen moet erheen. Je voelt je geliefd als je daar doorheen loopt. Het is een soort van lichttherapie. Dat voel je. En de hartjes zijn helemaal leuk om naar te kijken. Of zeker om iets op te schrijven. Ga voor je transformatie. Het heeft wel iets met me gedaan. Dus ga kijken. Zeker als je een Rotterdammer bent. Het is gratis en voor niets. Liefde. Het is een cadeau van Rotterdam aan ons trouwens. Dat staat er ook heel mooi opgeschreven. Ja. Mensen die 3 hebben gekozen. Ja, ik word stil. Het is niet dat jullie afwachtend zijn of aan het wachten zijn. Maar jullie zijn er klaar voor. Maar dat nog dat ene stukje. Het innerlijk kind. Ik hoor 6 jaar van sommigen. Sommigen 18 jaar. Het zijn die mensen die dan zijn verlaten. Of toen ze heel jong waren of in hun puberteit. Dit zijn de mensen van 3. Het verlatingsstukje. Het laatste. Ga innerlijk werk doen. Doe dat. Ik heb het al laat. En vergeet die 1 oor niet. Hou hem vast. 1. Dat is een hele bijzondere kaart. Als je voor 1 hebt gekozen. Verslaving staat erop met zijn letterlijk patronen. Er zijn nog patronen in jou die je echt moet gaan oppakken. En die patronen komen vanuit bescherming. Dus vanuit dat jeugdtijd, dat zeg ik, als kind kon je niet voor jezelf opkomen. En dat stukje zit nog in jou en dat is een patroon. En dat moet je oplossen. En dan wanneer je echt iemand ontmoet, dan volgens mij doe je dat al als je nummer 1 bent, dat je dan altijd heel rustig aan wil, dat je het eerst vriendschappelijk moet oppakken. Of nu moet je dat zeker doen. Als je iemand ontmoet, dat het eerst vriendschappelijk, of dat je dat voelt, dat het zuiver vooral is. Ja. En hier staat ook kleine attenties onderhouden, de vriendschap. Iemand die heel attent is, die is ook heel vriendelijk. Dus volgens mij kom je nou iemand tegen die heel attent is, maar door patronen, door verdriet of door gebeurtenissen van je kindertijd, dat je niet echt voor je, want dat hoor ik, niet voor jezelf kunnen opkomen. Ik hoor het heel helder. Ben je in deze situatie opgekomen? Ingekomen waar je nu. Je zit er nog in, want mijn oog doet zo. Je zit er nog in. Je zit er nog in als je voor 1 hebt gekozen. Knip, ga dat allemaal. Het is allemaal innerlijk werk. Het is allemaal innerlijk werk om die patronen door te knippen. Ga je derde oog goed mediteren, zodat je helder kan zien en kan communiceren. Je keelchakra, die 2 hoor ik nu vandaag heel helder. Dat is de communicatie, natuurlijk de tweeling. Ja, natuurlijk in de waterman. Die 2 moet jullie echt mediteren de komende dagen. Na de weekend wordt het dan allemaal rustig, hè? Zoals de astro-reading dat aangeeft. En voor sommige mensen die 1 hebben gekozen, door kinderen kun je ook niet aan relatie komen. Dat is constant je patroon. Dat je de kinderen voor de relatie zet of zo. Voor sommigen die 1 hebben gekozen. Hè? Of de kind van die andere persoon waar je. Hè? Het is geen blokkade, maar je denkt daar eerder aan dan aan jezelf. En dat wordt een patroon. Ik zei het gisteren nog tegen iemand, kinderen gaan de deur uit. Hè? En dan zit je alleen op de bank. Kinderen gaan veel sneller de deur uit dan vroeger. Hè? Die zijn veel zelfstandiger nu. Die gaan sneller studeren, weet ik veel, studentenkamers in, weet ik veel. Goed invoelen. Ik voel echt een blokkade als je voor 1 hebt gekozen. En het heeft echt wel met dat kind te maken. Ga dat echt oplossen.
oplossen. Want het lijkt alsof je wel liefde kan geven, maar niet kan ontvangen of zo. Als je voor één hebt gekozen. Dat het gewoon simpel genoeg is. Of misschien dat het vanuit kind zijn dat je dat denkt. Dat je wel geeft, maar niet ontvangt. Dat het, als je niet ontvangt, dat het niet erg is of zo. Los dat op. Ga terug. Hier hoor ik 8-jarigen en 12. Voor één is het gekomen. Als ik dan dichtbij kom, ik weet niet, ik voel ook een, iets in de hart. Ga je hart openen door die affirmatie. Ga helen. Ga helen en wees zo vriendelijk voor jezelf. Dat vooral. Ik ben niet verdrietig, maar ik ken dit gevoel niet zo goed. Is het apathisch? Een beetje aan het nadenken? Wat volgende stap? De volgende stap is innerlijk werk. Jezelf genezen. Healen. Je hart openzetten. En heel vriendelijk zijn voor jezelf en anderen om je heen. Ja? Wees heel attent voor jezelf. Ja, zie je 4-1. Dat was het. Nummer 2. Ik krijg gelijk andere energie. Nummer 2. Verloving. Maar denk niet aan de verloving. Sommigen zijn echt verloofd. En deze vielen er 2 uit, dus dan doe ik er ook bij. Bezinning. En deze is denkbeeld. Ik krijg het gevoel, de mensen die 2 hebben gekozen, die voelen zich verbonden aan iemand. Die verbinding is echt. De verbinding is echt. Maar het lijkt alsof je niet gelooft of je niet wil geloven door angst omdat je ooit toen je verbonden was, is het verkeerd gelopen. Maar begin rustig door vriendschap op te bouwen. Of zelf heel vriendelijk naar jezelf te zijn. En dan naar degene. Want diegene die denkt aan jou. De moment van bezinning, denkt diegene aan jou. En jij aan degene. Het is wederzijds. Het lijkt alsof jullie dan een lijn naar elkaar uitzetten. Ik zie het ook letterlijk. Ik zie mannen aan de overkant en de vrouw aan de overkant. Hè? Het lijkt alsof van na een bepaalde tijd, en dan is het donker, is het 7:30, 8:30, zit je op de bank en begint de gedachte naar de ander toe en die ander ook naar jou. Sommigen hebben dat in de middag zelfs, hè, de lunchpauzes, dat ze aan elkaar denken, durven geen contact te maken, omdat ze in de bezinningsperiode zitten. Wel mooi, je bent wel aan het werk met jezelf, dat is het. Je werkt aan jezelf, omdat je misschien wel snapt dat die verbinding is. Ja, volgens mij. Ja. Ja. Je snapt dat die verbinding er weer is. Je voelt het, snap eens waar. Je voelt het. Dus je werkt heel hard aan jezelf. En je neemt de tijd. Heel langzaam. Leuk. Mooi. Heel mooi. De bezinning staat, geef elkaar op dit moment meer ruimte. En dan hoor ik groei. Ik denk op dit moment aan je. Ik hou van je, staat er zelfs hierop. Denkbeeld. Ja, maar deze persoon houdt van je. Ja, ik voel het ook echt. En het is een andere vorm liefde dan wat ze ooit eerder hebben gevoeld. En daardoor die bezinning. Het voelt heel schoon. Mooi. Ik ben er stil van. Prachtig. Prachtig. En als je voor 2 hebt gekozen en je zit in de relatie, jullie zijn verbonden. Wees wat vriendelijker tegen elkaar. Geniet van elkaar. En geef ook elkaar de ruimte om tot bezinning, hè? Om na te denken. Na te voelen. Heel mooi. Ik word er helemaal stil van. Ik hoop dat iedereen hierin terecht komt. 1 en 2. Dit is waar je voor moet gaan. Nou, voor iedereen die naar mij kijkt. Echt waar, ik hou van je. Ik denk aan jullie altijd, want daarom doe ik het altijd mijn best voor readings. En ik wens je ware liefde, maar dat je verliefd op jezelf wordt. En dat een ander ineens de hand uitreikt naar je. En dat je dan samen een prachtig
liefdesreis mag maken. Samen. Dat je elkaar aankijkt en dat je dat ook niet opraakt. He, dat woord van Rosie, dat duurzaam, langdurig. Dat wens ik je echt. Prachtig. Voor de mensen die 3 hebben gekozen, het is onderweg. Nog dat klein stukje. He, het was volgens mij dat 6 en 18. Innerlijk werk. En voor mensen die nummer 1 hebben gekozen. Je bent veel, veel meer waard dan je zelf ziet. Hoor ik heel helder. Doorbreek die patronen door eerst altijd voor jezelf te kiezen. En dan komt het. Want het lijkt alsof het geprogrammeerd is, hè? Vooral bij Cavendianen. Dat had ik vroeger ook, als ik naar een kinderfeestje ging, moet mijn broertje hem gewoon mee, terwijl het een meisjesfeest is. Cavendianen, alles is dan samen. Je denkt aan jou en aan de ander. Dat is dan ik. Maar scheid. De wij is vanuit het zielleven, dat klopt. Maar op dit moment werkt dat stukje zelfs, hè, dat culturele dingetjes, tradities, blokkeert ons soms. Dus, denk aan jezelf. En dan wordt aan iedereen gedacht. Nogmaals. Fijne Valentijnsdag. Koesje, als ik je in het echt zou tegenkomen, zou ik je vandaag een natte kus zou krijgen. Dikke doei. Tot maandag.